Goeiemôre en hartelijk welkom bij hierdie uitsending van ons online dienst. Ons geloof en vertrouwen gaan goed met elkeen van u en mag ons ook in hierdie geleentheid nader groei aan ons Here. Kom ons bid saam. Almachtige God, Hemelse Vader, ons loof en prijs die Heilige Naam vir die voorrecht om weer so by mekaar te wees. Dat ons saam na u woord kan luister, dat ons saam kan sing, ook al is het elkeen by ons eie huise, en dat ons saam kan bid vir mekaar. Ons dank u Here vir u genade, so oneindig groot, ook vir ons en ons gemeente, dat het relatief goed gegaan het met ons gemeente in hierdie tyd. Dat u hand van seën en bewaring oor ons gehou het, en ons weet Here, dit is nie ons eie toe doen nie, maar dit is alles u genade, wat ons onverdiend ontvang. Ons bid Here, dat u ook met ons sal wees in hierdie diens. En wanneer ons so saam na u wet geluister het, dan besef ons dat ons skuldig staan voor u Here en dat ons u Seun Jesus Christus nodig het. En dankie dat ons dit ook kon bely en kon sing van die vergifnis wat ons juis van u af ontvang het, dat ons kon hoor ons sondes is vergewe. Nou Here, wanneer ons dan nou ook so saam na u woord gaan luister net nou, wil u ook asseblief ons voor veronderstellings wegneem en gee dat ons sal hoor wat u vir ons sê in die woord. Dat ons hierin sal groei, dat ons sal nader groei aan u, dat ons u sal ken soos u jouself van ons openbaar in die woord. Ons dank u Here vir die voorreg om ook deur u woord gevoed te kan word, maar dat het bo alles eintlik gaan daarom om u te ken. Omdat u die almagtige is, wat u self op hierdie wyse aan ons geopenbaar het. Ons bid Here dat u ook u hand van seën en bewaring sal hou oor elke een wat in hierdie tyd deur siekte en beproeving gaan. Wil u elke een bystaan as dit u wil is, ook beterskap gee. Ons dink in die besonder ook aan Tannie Rieks in hierdie tyd Here, wat ook behandeling kry vir kanker soos soveel ander van ons lidmate. Wil u ook as dit u wil is, daar ook uitkoms gee. Ons bid Here dat u ook nou met ons sal wees as ons u woord oopslaan, neem weg dit wat skeiding maak tussen u en ons, en gee dat ons u woord sal hoor na die mening van u Gees. Ons bid dit van u nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Ons lees vanmôre saam met die tweede brief van Petrus, hoofstuk 1. Ons lees daar uit verse 16 tot 21. Een baie bekende gedeelte ook wanneer ons praat oor die gesag van die skrif. As ons ook daarin hierin lees dat het God self is wat die woord geïnspireer het, wat ons ook so aan mekaar voorhou en saam lees en saam bestudeer. Ons lees saam 2 Petrus 1 verse 16 tot 21. Toe ons aan julle die krag van ons Here Jesus Christus en sy wederkoms bekend gemaak het, het ons nie op versinsels of legendes verlaat nie. Nee, met ons eie oë het ons hom in al sy majesteit gesien. Hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang toe die Allerhoogste majesteit gesê het, dit is my geliefde Seun oor wie ek my verheug. Die stem uit die hemel het ons self gehoor toe ons saam met hom op die heilige berg was. En dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in die donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nie deur die Heilige Gees meegevoer het mense die woord wat van God kom verkondig. Ons teksverse, verse 20 en 21, dit veral moet julle weet, geen profesie in die skrif kan op grond van eie insig reg uitgelê word nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, nie deur die Heilige Gees meegevoer het die mense die woord wat van God kom verkondig. As God bestaan, waarom praat hy dan nie direk met ons nie? Waarom die geheimsinnigheid? Waarom is dit moontlik vir mense om te twyfel aan sy bestaan? As God God is, waarom maak hy nie net eensklaps aan almal in die wêreld bekend hy bestaan nie? Waarom is daar nie duideliker tekens van sy bestaan nie?
So redeneer baie slim ateïste van ons tyd vandag. Ter die vraag aan Bertrand Russell, een geniale wiskundige filosoof en selferkende skepticus, gevra is, toe daar vir hom gevra is, wat sou jy vir God sê as jy hom in die hiernamaals ontmoet? Het sy, was sy reaksie geweest dat hy aan God sou sê, u het ons te min bewyse gegee. Te min bewyse, te veel swaar kry en ander soortgelyke vraagstukke is dikwels die struikelblok vir soveel intelligente mense daar buite. Daar is nie 'n fisiese ervaring nie, daar is nie gehoor of gevoel of enigiets tastbaar wat vir my sê God bestaan nie. En tog is dit nie net as ateïste of ander gelowe wat sukkel met hierdie fisiese tekens van God se bestaan nie. Gelowiges doen ook. Net laas week het ek met u gedeel hoe ek as 'n klein seentjie eintlik die Here gevra het, maar lig net die berge op sodat ek in u kan glo dat my geloof versterk kan word en dat ek kan weet u bestaan. 'n behoefte vir 'n jong seentjie om net hierdie vastigheid, konkreetheid te beleef en te weet maar God bestaan. En ek is seker elkeen van ons het op een of ander stadium hier in ons binneste met hierdie vraagstuk gesukkel en dalk in my binnekamer of dalk iewers waar ek eenkant alleen is net vir die Here gesê Here, gee my net 'n teken. Gee my net 'n teken dat u bestaan en gee my net 'n teken wat u wil is vir my pad. En die beste van alles is wanneer ons die Bybel bestudeer, dan is ons nie die enigste mense wat so reageer nie. Gaan lees Genesis 15 vers 8, Eksodus 33 vers 18, Psalm 73, Matteus 11 vers 3. Johannes 20 vers 25 en hoor hoe Abraham, Moses, Gideon, David, Johannes en Thomas allemaal vra vir tastbare tekens dat God bestaan. Dat God God is. Dit is asof daar 'n misterie is, 'n dik laag mis voor die Almagtige en ons nie met sekerheid kan sien en sê wie hy is nie. Waarom openbaar hy homself dan nie? Waarom verskyn hy nie net aan my wanneer ek swaar kry, inswaar kry, versekering nodig het nie? Ek lees in my voorbereiding 'n artikel waarin pastoor David Busgrove aangehaal word. Hy meen dat 'n mens altyd onder die vertwyfeling geloof sal vind wat nie bewys kan word nie. Met ander woorde, 'n oortuiging, 'n geloof wat nie bewys kan word nie. Byvoorbeeld agter die vertwyfeling in God se stilswaye en sy gebrek aan openbaring en sy bewyse vir bestaan, lê die geloof dat God sou hy bestaan homself in voor die hand liggende wyse sou openbaar. 'N Stem wat bulderend uit die hemel op aarde uitroep of 'n fisiese verskyning sodat die hele wêreld dit kan sien. 'N Wonderbaarlike gebeure waarvoor mense gebid het wat realiseer. En jy ken dit, daardie onderhandelingsgebed. Here, as u net hierdie en daardie vir my sal doen, dan beloof ek dat ek sis en so sal maak en dat ek sal erken dat u God is. En ek sal u dien my lewe lank. Jy sien, geliefde, het is nie dat God se bestaan nie bewys kan word nie, maar dat ons verstaan van wat God moet wees nie bewys kan word nie. Hierdie geloof kan nie bewys word nie, maar dit is omdat dit gebore word uit 'n selfgemaakte prentjie van wat God moet wees. Hoe ek sou wou hê God moet wees, dit is hy wat God is solank hy aan my terme en voorwaardes voldoen. As hy my terme en voorwaardes in ag neem, dan is hy sekerlik God en lewendig. Nou geliefde in ons Here Jesus, as God in ons mensgemaakte prentjies sou inpas, dan sou hy dan werklik nog God gewees het? En dis die punt wat ons as gelowiges en ongelowiges soveel kere miskyk, en dit is dat God nie mens is nie. God is God.
Hij is anders, hij is niet soos ons nie, hij is niet minder als ons nie, inteendeel, hij is soveel meer als ons, dat als hij werkelijk in al zijn glorie aan ons moest verschijnen, ons zou vergaan. Dat ons soos niks zou worden, omdat zijn heiligheid en zijn heerlijkheid, zijn almacht te veel is voor ons brein om te begrijpen. Dus wie God is. Dus hoe groot hij is. Dus hoe anders hij is als die mens. Hij is zo groot dat ons gedachten om in der eeuwigheid nooit zal kan vastvangen. En als hij niet zo groot was, nie, als hij niet zo heilig was, als hij niet zo wonderbaarlijk was, nie, dan was hij niet God. Nie. En daarom openbaar die Heere homself uiteindelijk op sy terme. Maar door sy genade ook op so'n wijze, zodat ons sal kan inzien wie hij is. Dat ons een idee kan vorm van wie God is. Ook al kan ons sy grootheid niet omvat nie. Dis waarvan 1 Korintiërs 13 praat als ons lees, nou kyk ons nog in een doffe spieël en sien een raaiselachtige beeld, maar een dag zal ons alles zien zoals het werkelijk is. Nou ken ik gedeeltelijk, maar een dag zal ik ten volle ken. Zoals God mij ten volle ken. Hoe lyk hierdie beeld wat God ons geeft? Dit, die raaiselachtige beeld, dalk voor ons, voor baie. Maar hoe lyk hierdie beeld wat mense sê nie genoegsame bewys is dat God bestaan nie? God openbaar homself op twee wijzes. Eén, in sy skepping, en twee, in sy woord. Eerstens openbaar hy homself in dit wat hy geskep het, soos 'n kunstenaar, skildery, skilder en iets van sy wese, van sy karakter, iets uniek aan homself weergee op die stuk kunstwerk wat hy aan mekaar sit, soos Van Gogh geken kan word aan die sterre, die manier hoe hy sterre in sy prente uitgebeeld het. So het iemand een dag gesê, kan ons in die skepping van God, Godse vingerafdrukke sien. Iets van wie hy is, kan afgeleid word vanuit sy skepping. En dit wat hy gemaakt het, sien ons tekens van intelligente ontwerp, orde, balans, en ander, noem het maar essentiële kerneigenskappe van wie God is. Eigenskappe wat ons verstaan, als ons sy woord lees. En hier moet ons eindelijk erken, dat dit, die geskrewe woord, die een van die meest betrouwbare wijzes is, waarop God homself aan die mens openbaar. Dank voor een oomblik hieroor na, geen academicus sal toelaat dat een mens in een wetenskapelike geskrif private gesprekke met een individu aandui as een bron nie. Een aanhaling uit gepubliceerde boeken of artikels wordt als een betrouwbare bron uitgestippel. Jy sien, ons soek dikwels persoonlijke openbaring om Godse bestaan te bevestig, maar zou een privaat gesprek regtig meer gezagvol wees als een boek wat voor die publieke onderzoek en ontleding beschikbaar is? Die geschreven woord van God, wat niet net die product is van iemand zijn verbeelding nie, maar waarvan die inhoud bevestig word door duizenden bronnen. Ja, die Bijbel is die een boek met meer bronnen wat om sy bestaan en sy integriteit bevestig as enige ander boek in die wereld. Een boek waarvan daar al natuurlijk in soveel ander nasiese historische geskrifte ook na verwijs word, na dit wat in hierdie boek staan. Een boek waarvan daar al soveel archeologische bewijsstukke opgegrawe is, dat geen ander boek in die wereld meer bewijsstukke het as die Bijbel nie. En daarom sê Petrus ook in hierdie gedeelte, dat die evangelie nie een product is van versinsels of legendes nie, maar een product van empirische bewijse. Hy self, Petrus, is een van drie ooggetuies en dit wat hy beskryf. Hy was daar toe Jesus op die berg verheerlik is. Toe hy en Johannes en Jakobus saam met Jesus op die berg verheerlik
naar die woorden van God geluister het, toe hy gesê het, hierdie is my geliefde seun en oor hom verheug ek my. En dit het net bevestig wat in die Ou Testament opgeskrywe is, hy waarna die profete verwys het, het gekom, hy is die seun van God, die Christus. En daar is soveel meer waarvan Petrus se ooggetuie is, maar in ons tekstgedeelte is dit die ding waarna hy verwys. Een uitspraak van God die Vader uit die hemel, dat Jezus die Seun van God is, dat hy inderdaad die een is wat gekom het om te verlos. Geliefdes, hierdie boek is nie die product van mensense verbeelding nie, maar is een product van die Heilige Gees se leiding, een product wat selfs staan op die aardse vereistes vir 'n betroubare bron. Dis wat hierdie boek is. Hierdie boek waarin God besluit het om homself te openbaar, bekend te maak aan ons wie hy is, in terme wat ons kan klein kry. En dan gaan hy en hy openbaar homself nog meer volledig, volmaak, deur Jesus Christus wat mens word. Ja, in Christus word God se wil aan die mensdom geopenbaar, duidelik gemaak, word daar 'n bewysstuk gelewer dat God werklik is, dat hy lewe, dat hy bestaan. Hebreërs 1 vers 1 tot 2 stel dit soos volg: in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, maar nou in die laaste dae het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Hy, deur wie God met ons gepraat het, is die mees sigbare, tasbare, fisiese bewys dat wat ons het van God se bestaan. Lee Strobel, 'n gewese ateïs en ondersoekende joernalis en selfs skeptikus, het wat baie samensweringsteorieë, misteries en gewoon goeders wat te goed was om te glo, gaan bewys het dat dit nonsens is of dat dit nie bestaan nie of hoe dit nou ook al kan wees. Hierdie selfde Lee Strobel het op 'n dag besluit, nadat sy vrou tot beinkeer gekom het, dat hy gaan bewys dat God nie bestaan nie, of dat Jesus nie gesterf het en nie opgestaan het nie, want dis die kruks waar rondom die Christelike geloof draai. Strobel maak dan die aanmerking dat daar nie 'n gebeurtenis in die geskiedenis is met meer bevestigende getuienis as Jesus se dood en opstanding nie. Gaan lees gerus die boek Case for Christ. Dat Jesus geleef het, gesterf het, om opgestaan het, slaag die wetenskap se toets vir bewyse met vleiende vaandels. En hierdie feit alleen, en natuurlik saam met Jesus se eie aanhalings vanuit die woord, vanuit die Ou Testament, en die toepassing daarop vir die rede vir sy aardse bestaan, is rede genoeg om te weet dat dit wat hierin staan waar is, dat dit wat hierin staan is wie God is, en dat dit die hoogste bewysstuk is van God se bestaan. Geliefde in ons Here Jesus, dalk voel dit vir jou asof die Here se stem stil is. Wil ons hê dat hy net vir 'n oomblik daar by ons moet wees om ons in ons swaar kry net by te staan, ons net te verseker dat hy daar is, dat hy teenwoordig is, dat hy werklik leef, dat hy teenwoordig is. Hier is daar die bewys. Tasbaar, voelbaar, hoorbaar, leesbaar. God is ons God en hy praat met ons deur sy woord. En dan nog duideliker deur sy Seun. Want in hom, in Jesus Christus, berei hy vir ons die weg in hierdie seermaak lewe. 'N uitmergelende wedloop soos Hebreërs dit stel,
waar Jezus reeds bij die windpaal staan en wacht voor ons. Dat daar waar ons dalk bij die graf van een geliefde moet staan en treur, zien ons voor Jezus bij die graf van zijn vriend Lazarus. En waar hij daar oortreer. Waar ons ouders moet groet, daar hang Jezus aan een kruis en geef voor Johannes aan Maria als een zoon en van Maria aan Johannes als een moeder. Waar ons worstel met die rechte ding om te doen, waar ons worstel met vrezen, met bekommernis en ander soortgelijke worstelingen, daar is Jezus in Getsemane, waar hij bloed zweet en bid, laat u wil geskied. Hij bereidt die weg vir hierdie pad wat ons stap. En het is alles hierin vervat. Hij het die wedloop reeds voltooi en wacht voor ons bij die windpaal. Sy geest aan ons bij en hij praat elke dag met ons deur sy woord. Als ons niet die Here se stem hoor in ons worstelstrijd nie, is het dalk omdat hier die boek toe is en stof vergaar iewers in jou huis. Als ons hier die boek niet wil glo nie, of reken dat ons Here niet genoeg bewijse gegee het vir sy bestaan nie, soos Bertrand Russell sê nie, dan moet ons dalk weer hoor wat Jezus aan die vertel het van Lazarus en die rijkman in Lukas. Nadat die rijkman gevra het dat die Here net een engel moet stuur om sy familie, of Lazarus moet stuur om sy familie mee te deel, dat die hier namens bestaan, dat hulle nie ook in die pijniging van die hel sal beland nie, dan sê Abraham vir die rijkman, maar hulle het die woorde van Moses en die profete, laat hulle daarna luister, en dan, wanneer die rijkman daarop aandring, dan sê hy verder, as hulle na Moses en die profete nie luister nie, as hulle hierna nie luister nie, dan sal hulle nie oortuig word nie, al sou iemand uit die dood opstaan. Die Here se stem is niet stil nie, geliefdes. Hij is niet afwezig nie. Hy is nie iewers ver weg en onbetrokken nie. Nee, hy is die levende God. En hij is hier. En hij praat met ons, deur sy woord. Hij openbaar homself en alles wat rondom ons gebeur, kan ons sy vinger afdrukken en sy skepping sien, maar hij praat met ons, deur sy woord. Hoeveel meer bewijs wil jy hê? Hoor wat hij sê, luister na sy stem, en laat jou leven rig dier hom, en moenie hom probeer omvorm dier jou eie percepties, en wil hy dat God homself moet openbaar aan jou op een manier wat jij goed denkt nie. Nee, soek hom en ken hom, soos hy homself in sy woord openbaar. Mag God ons dier sy geest daartoe help. Amen. Kom ons bid saam. Ons almachtige God en hemelse Vader, ons dank je dat u jezelf aan ons geopenbare dier u woord, dat u jezelf volkome aan ons openbare dier u Seun Jezus Christus, dat ons daarin mag weet dat u ons so lief gehad het, dat u enige Seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe het. Dank je Here vir u woord, wat op vaste fundamente staan, wat zelfs die toets van mensen kan deurstaan. Dank je, Heere, dat ons mag weet dat u die Almachtige is en dat u niet beperkt wordt of ingeperkt wordt door mensen verwachtingen nie, maar dat u soveel groter en soveel meer is als wat ons ooit kan denken of droom of ons dank je, Heere, dat ons net mag weet dat u ons God is, en dat u jezelf aan ons openbaar in die woord. Gee dat ons daarin mag groeien, gee dat ons daarna mag luister, dat ons sal ophou soek vir buitengewone gebeure, buitengewone tekens, maar dat ons regtig na u sal soek, soos u jezelf in die woord openbaar, en dat ons levens daar volgens sal inrig. Ons bid hierdie dinge van u Vader, nie omdat ons het verdien nie, maar alleen uit genade. Amen. Seëne dag vir elkeen van u toegebid. Tot ziens.